Goedemorgen, dames en heren. Ja, het is vandaag zaterdag en ik ben een beetje laat. Het is al 9:30 geweest. Ik werd een beetje... laat. Maar ja, ik heb van de week ook zo zwaar getraind. Dus... wat ga ik vandaag doen? Nou, het is zaterdag, dus marktdag. Ik neem u wel even mee. Mijn excuus voor de saaie filmpjes van de week, maar ja, ik ken er ook echt niks aan. Nou, dan heb ik als ontbijtje heb ik twee crackers met boterhamworst. Dus, het is altijd lekker. Voor een keer. Nou ja, voor een keer. Kan niet altijd yoghurt wezen hoor. Kijk, als ik hem ietsje zo naar de dinges draai, dan ziet hij natuurlijk punk. En die zit helemaal gefocust op de boterhammenworst. Daar mag ook niemand aankomen. Maar ja, ik ga even eten en ik ga... ik heb even heerlijk gedoucht. Mijn maatje zit nog een beetje raar. Maar ja, ik slaap tegenwoordig als een os, zoals ze dat zeggen. En, ja, nee, ik ga even wat doen en ik zie u later. Dit is de gedempte gracht. Daar zit prima een van de publiekstrekkers hier zo in Zaanstad. En hier lopen we over de markt. Zo, ik ben weer thuis. Na 20 kilometer gefietst hebben en aan de markt. Dus ik heb ik heb eens een keertje een broodje gehaald. Een broodje? Ja, koolhydraatarm, zeggen ze. Maar wat een prijs, zeg. Een half broodje voor 2,75. Dus dat doen we al niet meer. Ik heb een heerlijke haring op. Dat is lekker gezond. Lekker koolhydraatarm. Maar het is wel verrekte koud buiten met die wind. Ik ga vandaag niet meer de deur uit. Het is niet leuk meer. Dus. Ja, wat heb ik meer te vertellen? Ja, ik ga de deur niet meer uit. Ik ga hier even een beetje opruimen. Want het wordt steeds een grotere puinhoop. En ik had gisteren met iemand een gesprek. En die zei bij een kennis van ons. Er kwam 2 ton... grofvuil en huisvuil uit het huis. En dan denk ik bij mijn eigen zo erg laat je het toch niet komen, maar het is hier ook op deze tafel ook even een puinhoopie. Dus we gaan even flink aan de slag. Dus, en ik zie u later. Zo, goedenavond. We zijn weer aangekomen bij wat eten we vanavond. Nou, ik hou het vanavond heel makkelijk. Ik eet noedels met zoetzure groenten en kibbeling. Dus ik hoef helemaal niks te snijden. En er zit wel een rode peper in. Wat hebben we nodig? Kibbeling. Chinese roerbakmix. Een zakje noedels. Zoet, sweet en sour.
Een eetlepel ervan, van die saus. En een rode peper om het een beetje pittig te maken. Ik doe er bijna overal knoflook of rode pepers in. En waarom? Knoflook is goed voor je gezondheid. En rode peper schijnt een hele goede fatburner te wezen. Dus het is altijd een beetje pittig eten. Maar je valt er wel vanaf. En knoflook, het is gewoon heel goed voor het zuiveren van je bloed. Dus ik ga even koken en ik zie u later. Een goede avond. We zitten aan tafel. Even de dag doornemen. Ja, ik heb vandaag niet veel gedaan. Ik heb alleen even boodschappen gedaan op de markt. En bij Appie. En ik heb iets van 20 kilometer gefietst. Dus dat is alles. Ja, het is ook zaterdag. Het is rustdag. En morgen, ja, ik weet niet of het weer veel beter wordt, maar het is, er staat een storm. Ik kwam af en toe niet vooruit. Maar dat was het. Ja, en voor de rest, ja, ik weet het niet. Ik bemoei me er nergens meer mee. Want dan word je uitgescholden voor racist. En als je nou weer voor de vluchtelingen bent, ben je een landverrader. Ik kwam wel langs het tentendorp, maar ze schijnen nu ook al fietsen te hebben, die gasten. Maar dat allemaal verdaan en betaald moet worden, ik weet het niet. Trouwens, het glazen huis, dat wordt helemaal niks. Hè? Iedereen boycott het. En Jopie, of tenminste, Giel, Dopie, Belen gaat er natuurlijk ook weer in. Ja, die heeft wel niet veel nodig. Die is al een uitgetergelde junk nu weer. Helaas was mijn batterij op, dus u hebt niet kunnen zien wat ik heb gegeten. Maar ik heb noedels met zoetzure groenten en kibbeling gegeten. En ik wens u een hele prettige avond. Het batterijtje was helaas op. Dus nogmaals, een hele prettige avond.